We gaan los op de crop toppie. Mm-hmm. In deze serie kijk ik in de kast bij 8 bijzondere vrouwen. Wat vertelt hun kleding eigenlijk over ze? En welk verhaal vertelt hun kast? Nou, wat ik in deze kast zie is een vrouw die heel erg van kleding houdt. Van vrouwelijke kleding, heel veel jurkjes. Mooie taillering ook bijna allemaal. Dus iemand die comfortabel is met haar lijf, die haar lijf ook graag laat zien. Maar door kleurgebruik zie ik dat ze nog een klein beetje op de achtergrond blijft en voorzichtig is. Maar al dit soort glansjes en printjes en ook, weet je, dit voile-achtige, waardoor je denkt van, oh ja, iemand wil zichzelf wel aan de ene kant heel graag laten zien en ook die vrouwelijkheid omarmt. Maar ze houdt zich nog een klein beetje in. En ik ben super benieuwd wat daarachter, wie daarachter zit. Als je mijn kledingkast openmaakt, dan zie je een vrouw die houdt van kleren, want het zijn een hoop. En dan zie je ook nog een vrouw die sowieso op het podium staat of in de picture. Want ik heb heel veel bling, heel veel echt nette kleding. En dan zie je ook een vrouw die houdt van chillen, want ik heb ook heel veel pyjama's en t-shirts. Dus je gaat echt zien dat ik een vrouw ben van genieten, maar ook van heel erg van de chill. Shirma, ik heb lekker door jouw kast gelopen en het is echt een feest om doorheen te gaan. Alles is heel vrouwelijk, valt me op. Je houdt van kleur, ik zie veel glitter, maar ik zie nog iets anders. Mm-hmm. Ik kan namelijk aan jouw kast zien dat je eigenlijk gewend bent geweest om altijd op de achtergrond te staan. Ja, klopt. En dat je nu heel erg de switch aan het maken bent naar de voorgrond. 100%. Mijn oma was echt een stijl-icoon. Deze vrouw had altijd, als je thuis kwam van school, was ze al helemaal gekleed. Altijd jurkjes aan, een kleine hakje. Mijn ouders kwamen op een zondag bij mijn oma brengen en ik had geen oorbellen in. Dat vond zij niet kunnen. Mijn vader moest terug naar huis rijden om oorbellen te halen. Ze zegt, dat kan niet, dan is ze niet af. En dat is echt gewoon ingebleven. 6, 7, 8 jaar altijd gehoord en nu met 41 de deur uit, oorbellen moeten in. Punt. Kijk, mijn levensmotto is niks anders dan liefde. Dat is mijn hashtag. Maar ik merkte, er viel een rijksdaalder, niet een kwartje, van hé, maar wacht even, al dat liefde die ik aan anderen geef, en dat is in tijd, in aandacht, gaf ik eigenlijk niet aan mezelf. Dus ik ben eigenlijk al datgene wat ik uitdroeg, ben ik gaan internaliseren. Ik ben het allemaal naar binnen gaan keren van nou, ik moet tijd maken voor mezelf. En zo is het afvallen begonnen. Met dat letterlijk, dat zelf, dat liefde die ik heb voor een ander, naar mezelf toe keren. Als ik, Shirma Rouse, een maat 46 word, ik ga alleen crop tops dragen. Alleen maar crop tops. We gaan los op de crop toppie. Mm-hmm. Vroeger was het echt, weet je, tuurlijk was het vrouwelijk, ja? En een beetje gezellig, maar altijd basic zwart. Bijna niet op altijd. De voorgrond. Niet te veel opvallen. En tegenwoordig vind ik dit soort dingen leuk. Ja, tof. Beetje goud. Ik doe wel texturen, stofjes combineren dan met iets zwart hieronder. Wat ik helemaal te gek vind aan de manier waarop Shirma zich kleedt en wat ik iedereen thuis mee zou willen geven. Gebruik je kleding om jezelf meer te laten zien en niet om jezelf te verstoppen. Je kleding komt altijd als eerste binnen en zegt altijd iets. Ik heb wat dingen online voor je bij elkaar geshopt. Oeh, nice. Textuur. I love the color. Yes. Leuk. Lekker leer. Leuk. En dan wil ik je eigenlijk laten zien hoe je in 1 kleurenpalet, dus ton voor ton, toch eruit kunt halen. Dit is zo Shirma, 100%. Als je ervoor kiest om je outfit in 1 kleur helemaal door te trekken, zorg er dan voor dat alle losse items een andere textuur hebben. Zo wordt je outfit gegarandeerd nooit saai. Jongens. En als finishing touch, mm-hmm, to make your granny proud. Mm-hmm. Oorbellen. Ja hoor. Heerlijk. Oh, pineapples. Tropisch. Do you love it? Ik weet wel 100% zeker dat mijn oma heel trots zou zijn. Want zij was altijd een vrouw van gelukkig zijn in je leven was altijd heel belangrijk. En dat ben ik. Gelukkig. Dus ik denk dat ze heel trots zou zijn. Absoluut. Oeh, 100%.
textuur met andere laagjes. Leuk, I love it. I love it.